Nou, we zijn nu in Marrakesh en we zijn daar met het hele team naartoe gegaan. We hebben stilgestaan bij hoe het gaat met het bedrijf, bij het afgelopen jaar, bij alle klanten en wat we eigenlijk doen als bedrijf. En daarnaast hebben we plannen gemaakt voor het nieuwe jaar alvast, voor 2019. Om te kijken hoe we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn, hoe we kunnen blijven innoveren, hoe we ervoor kunnen zorgen dat we altijd voorop blijven lopen op het gebied van online marketing en dat we de juiste kennis in huis hebben. Maar ook dat we met het hele team en het hele bedrijf met z'n allen op één richting opgaan. Dat iedereen weet van wie doet wat, waarom doen we bepaalde dingen. Dat iedereen elkaar ook weet te vinden intern. Iemand die een Facebook of een Instagram campagne inricht, dat die ook weet wat dat voor consequenties heeft. Of kan hebben voor bijvoorbeeld een Google campagne of voor de hele branding strategie bij een bedrijf. En natuurlijk ook gewoon om niet alleen maar inhoudelijk bezig te zijn, maar ook om elkaar beter te leren kennen, zodat je prettig samenwerkt. Dat je op die manier ook meer waarde kan toevoegen en ook uiteindelijk voorop blijft lopen op het gebied van online marketing. We zijn expres naar Marrakesh gegaan om ook te zorgen dat we minder afleiding hebben. Ik denk dat het belangrijk is om één keer per jaar gewoon goed stil te staan. Minimaal één keer per jaar goed stil te staan bij wat je nou eigenlijk doet als bedrijf en waar je klanten behoefte aan hebben. En ik denk een hele mooie basis gelegd voor het volgende jaar. Dus dat was even een update vanuit het zonnige Marokko.